Hoe gaan we om met het digitaal vatten van alles om en rond het water, enerzijds, maar zelf ben ik ook nog met andere dingen bezig dan water alleen. Ja, goed, ik wil zo een beetje van wal steken. Ik ben nu, ik denk al elke editie dat ik hier kon zijn sinds 2015, ben ik hier. En ik vind het wel bijzonder om nu ook eens aan deze kant van deze ruimte te staan. ja, ik heb hier in het verleden, daar moet ik ook wel zeggen, ik denk dat ik daar waar nu net niemand zit, misschien kan daar nu iemand gaan zitten of zo. Maar ik had daar zo bepaalde aha-erlevenissen bij het aanhoren van alle ervaringen en wijsheden die ook in Nederland ook zo prominent aanwezig zijn. Want ja, ook in Vlaanderen, België, in Vlaanderen specifiek nu, doen wij aan inspectiewerk. Hè. Ja, goed. Ja, zelf ben ik enigszins, was dat fout, meegegeven, maar ik werk voor het Vlaamse Waterweg en niet voor het Waterbouwkundig Laboratorium, zoals Patrick Peters wel doet. No offense. En, ik werk voor de Vlaamse Waterweg, dat is een entiteit binnen de Vlaamse overheid die valt onder het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken. Dat is ongeveer te vergelijken met een departement bij jullie waar ook een bijbehorende minister toe behoort. Maar wij zijn een zelfstandige entiteit en dat betekent dat wij een beetje met zeer uiteenlopende dingen bezig zijn. Wat maakt dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat is zuiver met water bezig, zou je zeggen, of de waterschappen is met water bezig. Maar bij de Vlaamse Waterweg zijn we ook nog specifiek bezig met de scheepvaart die daartoe behoort of de bruggen, de kaiconstructies en andere aanverwanten die dan nog net verder gaan dan de waterveiligheid, die wel hier altijd het hoofdthema is geweest. Dus we hebben enerzijds het beheer dat al moet kunnen omgaan met al die uiteenlopende zaken, maar ook daaraan gekoppeld is er ook een investeringsprogramma dat daarbij moet aansluiten en ook gestuurd worden. Zoals even terzijde, jullie het Delta-plan al sinds jaar en dag hebben wij ook een Grieks Sigma-plan, waar het wat ik in het verleden al veel meer over uit de doeken gedaan heeft. Ik wil het toch zeggen dat het moeilijk is om iets op been of iets op gang te krijgen met de wetenschap dat binnen Vlaanderen er verschillende morfologieën zijn te velden. Het zijn niet allemaal uniforme dijken, het zijn niet allemaal dezelfde concepten van constructies en het zijn ook niet allemaal dezelfde mensen die hier werken. En zoals dat dan ook wel gaat bij de overheid, is er een cyclus van fusies enzovoort en dan komen we die elkaar tegen. En uiteindelijk willen we toch allemaal aan hetzelfde zeil trekken en werken met een instrument dat met iedereen gedeeld kan worden en bij gevolg ook slagkrachtig kan uitgewerkt worden. Dit is een print van de Vlaamse Waterweg met de bijbehorende sectoren die eigenlijk een afzonderlijk kleurtje hebben gekregen. Hierin kan je niet het onderscheid zien, maar er zijn dus wel degelijk drie verschillende territoriale afdelingen. En grofweg kunnen ze opgedeeld worden in regio West, regio Centraal en regio Oost. Zoals u kan zien, bij regio Oost zijn er meer rechtlijnige vormen waar te nemen. En dat zijn dan ook meer gegraven kanalen op de Maasnaaf die voor één helft in ons beheer valt. Dus de aard van het water is daar anders. Terwijl bij vrij centraal zit u ook helemaal in het noorden, waar de Hedwige Prosperpolder ook Nederland ontmoet, zitten we met een tijgebonden omgeving, waar het water tweemaal daags
volledig dijksysteem eigenlijk belast en de watertafel beïnvloedt enzovoort. En meer in het westen worden we geconfronteerd met de wasdebieten, die ook wel grote pieken kunnen aannemen en waarbij dat we ook echt wel moeten sturen hoe dat we met het water omgaan om ook bijvoorbeeld het kanaal Gent-Terneuzen van voldoende water te blijven voorzien. Dus ja, daar zit altijd wel een andere gedachte in om hoe dat we met de dingen omgaan. En als we dan willen werken aan een beheertoepassing en ook een inspectietoepassing die dan daar deel van uitmaakt, is het toch niet altijd zo evident om een consensus te vinden. En vandaar dat we ja, toch niet zo snel gevorderd hadden als we allemaal hoopten, dat terzijde. Maar goed, ik ja, zelf trek mij ook nog kaaien, bruggen, stuwen, sluizen. Wat had ik nog allemaal? Waterbodems en keermuren, allerhande, dus eigenlijk civiel-technische bouwkunde, die trek ik mij aan. Dus we zijn ook qua inspectie niet alleen bezig met water, maar ook met al die andere zaken. Dus zo zijn we eigenlijk ter land, ter zee en in de lucht bezig met zowel hoogtewerkers als touwtechnieken, als bootje varen, als wandelen langs het water op die manier. Ja, dat allemaal om de bedrijfszekerheid te kunnen zo correct mogelijk inschatten. Want uiteindelijk, alles moet werken. Dat is bij die dijken ook uiteraard zeker het geval. En het kan hem in de kleine dingen zitten, is net ook meermaals aangetoond, waarom dat een dijk toch niet zo bedrijfszeker is als die lijkt. Of misschien juist wel. Hè, en dat het dan ook specifieke plekjes betreft die net het verschil kunnen maken. Maar daar kom ik later nog op terug. Voor de inspectie hiervan staan wij in met ongeveer een 20-tal personen. En het betreft een qua bevaarbare water, waar de scheepvaart effectief zich op bevindt, ongeveer meer dan ja, een dikke 1000 kilometer, enerzijds. Maar anderzijds hebben we ook nog de oeverlengte zelf, die ook ja, sterk kan verschillen van oever tot oever, zeker wanneer de waterweg wat breder wordt. En in totaal komen we over de 3000 lopende kilometer. Dus we zijn met die grote orders bezig. Ja, en gelijk hebben we ook nood aan versterking. Dus als iemand zou willen kandideren om mijn team te versterken, we kunnen achteraf even apart gaan zitten. Dat is geen enkel probleem. Bij deze. Ja, maar dus we hebben echt wel... Ja, Ludolf, voor u vrij. En nu, we hebben dus echt wel nood aan een digitale structuur. En... ja, om die inspectie en het beheer wat eruit volgt in goede banen te leiden. Goh, ja, hier zo even een screenshot. Ja, we hadden lijstjes. Hè? Sinds voor mijn tijd dat ik begonnen ben bij de Vlaamse Waterweg, ik denk een 12, 13 jaar geleden, hadden we al lijstjes, hadden we een databank. Maar dat was nogal stug en star en bovendien niet gegeorefereerd. We werkten met de nummeringen en een naamvoering. En die nummering die was enigszins intelligent. Die bestond uit verschillende deeltjes, waaruit je kon opmaken dat het dan wel de linkeroever of de rechteroever betrof, of welke waterweg het was, of welk type kunstwerk het was, enzovoort. Maar op zich was het eigenlijk wel altijd een, ja, een gemis om te kunnen zeggen, ja, tjaka, dat is daar, laten we daar nu naartoe gaan. Of, ik ben hier, wat betekent deze plek nu voor mij? Wat is hier en wat moet ik nagaan? Dat is eigenlijk nog wel vrij recent, dat we daar veranderingen in gebracht hebben, dankzij het gebruik van ja, nieuwe beheertoepassing. Ja. Die nieuwe beheertoepassing, dat is nu sinds 2 jaar is die lopende. En dat is na een openbare aanbesteding uiteindelijk iAsset geworden voor een periode van 6 jaar.
En dat is eigen aan, aan overheidsopdrachten, dat die niet langer gegund kunnen worden. Dus als wij nu onszelf in een bepaald stramien plaatsen, moeten we zien dat het over 4 jaar misschien nog naar een andere onderneming zou moeten kunnen overgedragen worden. Dus dat is nog een bijkomende uitdaging. Maar het geheel gerefereerd zijn, ja, kijk, hier zien we net ook het stukje Vlaanderen-Nederland, wat Ludolf ook net getoond heeft. En ja, we moesten een manier vinden om daarmee om te gaan, digitaal. En in het verleden, ook dat met die nummertjes enzovoort, bekeken we vooral naar het object en gingen we ter plaatse en bekeken we van, ja, hier is er een wijziging in de vorm of in het concept van de waterrand. En daar is er een nieuwe wijziging, laten we dat compartimenteren. En dan gingen we dat compartiment, ja, inspecteren en beoordelen. Wat impliceerde dat soms een compartiment, ja, 20 meter lang was en soms 5 kilometer. En ja, als je dan een beoordeling moet geven, dan, ja, zit je vaak met een fout gewicht, want je moet dat eigenlijk vermenigvuldigen, ruwweg, met de lengte van het beoordelen. Dus ja, dat maakt het ook lastig bij het vastleggen van, ja, op welk object sta ik nu, want ik zie hier een probleem. En oeps, ik heb hier een probleem dat zowel hier plaatsvindt als ernaast. En dat is gecatalogeerd onder een ander nummer. Dus dan zaten we in die vakjes, in die hokjes, en we konden niet echt meteen iets overschrijdend tegenkomen. En dankzij de Polders to See is er ook de insteek om vaststellingen op zich los te koppelen, van om het even wat. En die vaststelling, die moeten we dan toch wel ergens aan vasthangen, op een grotere schaal, dus niet op het objectniveau. En we hadden nog geen term daarvoor, en uiteindelijk hebben we daarvoor de waterrand geïntroduceerd. En de waterrand op zich is, ja, de plek daar, zo zeg ik het een beetje poëtisch, daar waar land, water en lucht elkaar simultaan ontmoeten. En die lijn, ja, soms is die vrij vast of kan die zich wat verticaal verplaatsen, zeker wanneer er een beschoeiing is of iets van die aard, een kanaal, zoals u getoond. Anderzijds kunnen het ook stikken en schorren zijn, waarbij dat er honderden meters elke dag worden afgelegd door het water wat geulen betreedt, hè, die we ook gezien hebben, enzovoort. Dus ja, hoe gaan we die digitaal vastleggen? Van, ja, dat is een brede zone of uitgesmeerd. En ja, daarom wandelen we in die zin twee sporen tegelijk en gaan we de kruin beschouwen als de waterrand, die lijn, bij de pijl variërende waterwegen of watervakken en de kant van de oever vaak, hè, dus waar de beschoeiing is als de referentie voor waar het water vrij stabiel pijl behoudt. En ja, op die manier kunnen we ook een vijver in een park perfect omschrijven, want daar is de waterrand, maar kunnen we ook langs een ringdijk perfect omschrijven waar uiteindelijk de kering verwacht wordt. Ik heb ook nog dit beeldje, ook hier een grenssituatie, en het kan, ja, duidelijk beeld schetsen van wat ik ook bedoel. Hier die blauwe lijn, ja, die duidt echt wel aan van, ja, tot daar mag het water komen. En zal het ook komen. En dat is ook duidelijk voor alle betrokkenen meteen van, ja, dit is de zone die gevrijwaard moet blijven en die niet. Dat beeld wat we daarop van hebben is relatief recent. Misschien niet in studies, maar wel naar beheer toe. En dit is een beeld uit die beheertoepassing en is meteen aanspreekbaar. Ja, om die vaststellingen, omdat die niet per se gekoppeld zijn aan een object op zich, hebben we daar wel een workflow aan gekoppeld. Die analoog is ook aan de workflow die er is bij Brugge,
bijvoorbeeld, of bij sluizen. Daarin worden de stappen die horen bij een inspectie, worden die opgelijst en ook de verantwoordelijke enzovoort, die wordt daarin bijgehouden. Deze configuratie is eigenlijk oververvolledig in veel gevallen, hè, omdat er bijvoorbeeld ook externe kunnen bijgehaald worden enzovoort. Maar de toepassing leent zich nu net ook om gewoon stappen over te slaan. Te zeggen, ah, dat is hier niet van tel. Ook wat hier ingevoerd wordt, wordt gelogd. Dus moest er enige onduidelijkheid zijn, dan kan er altijd op teruggekomen worden. En die kan ook zeggen, oh, die stap is overgeslagen, ik krijg hier iets, hè, want mijn naam wordt erbij vermeld, hè, status workflow. Waar is hier mijn... Ik durf niet op het knopje duwen. maar goed, hè, waar die status workflow staat, kan u kiezen ook voor in behandeling, hè, enzovoort. En dan krijgt die persoon een mail of een bericht in zijn lijst, want die kan een lijst oproepen van welke taken heb ik allemaal te doen. En die kan iets terugsturen. Van, hey, dat is nog niet duidelijk of dat is onvolledig. En er kunnen stappen overgeslagen worden. Op die manier kunnen we met de vaststellingen omgaan. En uiteindelijk koppelen aan een uitvoering van herstelmaatregelen die initieel los waren van met even welk object, maar gewoon geo gerefereerd zijn. En nadien krijgt de betrokken verantwoordelijke voor die plek, krijgt dan de melding daarvan met het advies en zegt, ah ja, maar dat is die plek, ik ga de plan erbij pakken, zo zit dat in elkaar, zo gaan we dat oplossen. Zoals ik toch al had vermeld, denk ik, ja, was dit iAsset. Om tot die iAsset te komen, was al een weg. Maar iAsset op zich ervaren we als een erg sterk pakket, conceptueel. Omwille van de mogelijkheid om het toch te configureren, maar gelijk die configuratiemogelijkheden brengt dan een nieuwe uitdaging met zich mee. En te meer omdat er ook zoveel betrokken partijen zijn die ook soms watergebonden zijn. Goed, ik kan daar nog verder op ingaan, maar ik ga het toch weer te bondig houden. Bij het configureren zijn er ook wel wat beginnersfouten gemaakt, aldoende leert men ook. En die hebben ook al wijsheden met zich meegebracht, die ik toch zeker ook wil meegeven aan jullie hier. Waarbij dat softwarematig het meest interessant is om kolommen te vermijden. Zo waren wij ooit begonnen en ik kom dat in de Polis to Seas app ook wel tegen, denk ik, met bijvoorbeeld een scheur. En daarbij een veld breedte. En dan kon je de breedte van die scheur opgeven. Maar zo kon het ook zijn dat er een gat was. Of een andere anomalie, of grasweg, een kale plek. En dan kost je dat en dan moest je daar breedte invullen. Wat betekende dat er een kolom was voor breedte van de kale plek, maar ook een kolom voor breedte van scheur. En wij hebben bij de implementatie van de waterrandinspectie zijn we daarvan afgestapt en hebben we hoogte, breedte, diepte en lengte, die vier bijeengenomen en die zijn van toepassing op alles. En als je dan wil weten van ja, en ik wil enkel iets over scheurbreedte weten, dan ga je gewoon kijken naar het schadebeeld en dan gebruik je die als filter. Op die manier heb je een hele list kolommen kunnen uitsparen. Bijkomend is er ook nog het begrip, of het concept van percentage. Want soms heb je een gebrek en ja, daar is er nog één en daar nog één. Wat moet ik nu doen? Ga ik er nu drie vaststellingen van maken? Of ga ik dat als één beschouwen? Hoe ga ik daarmee om? En een oplossing, deels, mits goed gehanteerd, hè, maar daarom ook is de waterrandinspectie bij de Vlaamse Waterweg gebeurd door professioneel en de Polis to Seas is ook geconcipieerd om er door leken gebruik van te maken. Maar dus, maar wij gaan ook het begrip percentage gebruiken, waarbij we zeggen
op een lengte van 10 meter is 50% in de problemen. Op die manier hebben wij dus een polygoon die we kunnen tekenen als referentie, georefereerd, met die app. En kan er opnieuw geoordeeld worden bij een herhalen, een opvolgende schouwing, zeggen, ah, nu is het 60%. En op die manier kunnen we toch een vaststelling of een gebrek opvolgen op een meer handige manier en die ook meer tastbaar is. Als je dan cijfers wil bekomen, dan kan je ook nog dat percentage toepassen en zeggen van ja, van die lengte is zoveel procent in de problemen, dus ik moet niet de volledige lengte tellen om dingen te begroten, bijvoorbeeld. Ja, ik ga hier nog wat sneller over. Ja, de waterrand, daar werken we met drie complexen en objecten mee. Ik weet niet of iedereen hier een beetje vertrouwd is, maar het begrip object en het begrip complex is ook wel eigen aan die asset-toepassing. Maar als complex waterrand, of waterranden moet ik eigenlijk zeggen, want dat is meteen ook de naam, die bevat dan meerdere stukken waterrand die eigenlijk als beheersmatig, als één entiteit ervaren worden. En voor bijvoorbeeld de Vlaamse Waterweg, een van de watergebonden gebruikers binnen de Vlaamse overheid, is dat een sectorverantwoordelijk. Dat is één persoon. En binnen dat ene complex waterranden doen wij de inspectie. En uiteindelijk, als die inspectie volledig is afgerond, krijgt de verantwoordelijke van die van de complex waterranden, sectorverantwoordelijke, krijgt hij een mooi rapport van daarmee moeten we aan de slag. En dat is een probleem. Dan hebben we ook nog een waterrandsegment. Dat is op zich een object dat niet zoveel eigenschappen heeft op zich, attributen zoals het ook al zegt, maar dat is een geheel wat ervaren wordt. Wat moet functioneren als één geheel en met een specifiek doel. Maar dit heeft een gemiddelde lengte van een viertal kilometer, die grote orde. En die kan je hier onderscheiden, bijvoorbeeld door het kruisje, wat een begin en het einde aangeeft van zulk een waterrandsegment. Die twee eerste die zijn al uitgewerkt en aanspreekbaar in AIS. Maar dan is er nog een laatste, en dan pik ik ook in op die opmerking van Ludolf. Ja, we noemen het waterrand mootje. Ja, een mootje, ik weet niet. Terminologie, soms moet het kind een naam hebben. Hè. Maar het mootje, bijzonder is zo dat, in bijzonder bij de omgaan met grond, hè, indien dat er grondwerken uitgevoerd worden. Moet er in moten gewerkt worden om bijvoorbeeld een stabilisering te kunnen uitvoeren. 1, 2, 3, en dat de ene eerst moet uitharden voordat de volgende moot kan aangeslagen worden of uitgegraven of volgestort. En ja, ook hier, elk mootje speelt een belangrijke rol. En dat mootje krijgt de vorm van een lengte van, ja, we gingen voor de 25 à 50 meter, één van beide. Waarbij dat we een beoordeling doen van dat mootje, waarbij dat een functie moet vervullen naar bepaalde zaken toe. Naar de waterkering toe, naar de scheepvaart toe, naar de aanmeerfaciliteiten desgevallen toe, naar het oppervlaktegebruik, wat er aan belendend is. Dat kan een openbare weg zijn of een kaai. Of dat kan ook een verbinding zijn, hè, dus wat ook gelijk mee die openbare weg is. En op die manier hebben we allemaal eigenlijk een kralenketting van mootjes, waarbij dat er over die toestand beoordeeld wordt. En als we dan kunnen zeggen van ja, we hebben 100 mootjes die in de problemen zijn, van de in totaal grote orde, het zullen 80.000 zijn of zo, ik weet het niet juist, ik geef er maar een slag naar. Maar dan kunnen we zeggen, ja, die moeten we eerst aanpakken met betrekking tot een van die functies. Want nu, hè, ook, we kunnen het niet goed vatten. Als we een beoordeling doen over 4 kilometer, waar zit het hem, of over die 20 meter. En bijzonder met de waterkering en waterveiligheid, dat is hetgeen wat hier dan aansluit ook.
bij dit evenement. Goed. Bij de Poolse subsidies zijn we dankbaar gebruik kunnen maken van de inspectie-app werkwijze. En daar hebben wij zelf een uitrol van gemaakt, die ik wel graag ook nog eens zou willen overlopen met iemand die daar specifiek nog vragen bij heeft. Wat er bijkomend bij is, is ook, het staat er nu net niet, maar dat is die eerste inschatting. Waarbij dat er door de betrokken vaststeller de ernst, de eerste inschatting van de ernst, waarbij dat die ook een ernst kan meegeven. Die aan de hand van de vakkennis wel al een eerste deftige aanzet is daaromtrent. Goed. In de pijplijn zit er nog van alles, onder andere die uitwerking van het mootje. En ook in het bijzonder het overzetten van, of de verbinding maken tussen het, de werken die hier gekoppeld zijn aan die vaststellingen met een standaardbestek, zoals wij dat in Vlaanderen noemen, wat de overheid hanteert en alle aannemers zich aan moeten conformeren bij het uitvoeren van de werken, enerzijds. En anderzijds is er ook een boekhoudsysteem en dan maken wij ook nog die stap bij het uitvoeren van de werken naar de boekhouding. En dan hebben we één geïntegreerd geheel op het einde van de rit. We zijn er nog niet, maar dan gaan we dus meer dan de waterhanden alleen ook bruggen, kaaien, sluizen, stuwen, tunnels mee bevatten. Zo. In de pijplijn zaten misschien ook nog vragen van jullie. Dan had ik er graag even een antwoord op gegeven. Zijn er vragen uit de zaal? Ik moet zeggen, ik doe mij heel erg graag dat we aan een asset-management-tool-omgeving denken, als ik dit zo zie. Ja, iAsset is het ook toevallig, maar precies. Gespaard, ja. En we zitten hier natuurlijk bij elkaar ook om van elkaar te leren en elkaar te informeren. Zie jij mogelijkheden zeg maar, tot een Nederlands-Vlaamse samenwerking op dit vlak? Is hier winst in te behalen? Ik denk dat de winst vooral gaat zijn over hoe dat iets benaderd wordt en hoe dat je de digitale gestalte geeft, zo noem ik dat altijd. En de dingen zijn er, je kan ze vastpakken, maar je moet er een digitaal beeld van maken wat beheerbaar en beheersbaar is. En daar hebben we lang mee geworsteld en doen we nog steeds. En ook BIM, zegt jullie misschien ook nog iets, BIM'en en zo. Ja, ja. Hoe gaan we dan daarmee om? Ja, maar we hebben een brug van 700 jaar oud, hoe stoppen we die erin? Hè? En met de waterhand, welke gegevens hebben we? Wat nog in de pijplijn zit, is het bekomen van verschilkaarten uit satellietgegevens. Dus ook om die lokale plekjes, dat is ook hier in deze ruimte al gedemonstreerd, maar dan gaan we kijken naar hoe dat een dijk zich zet en of dat er bepaalde evoluties zijn. Daar kijken we ook nog naar uit. Dus, dankjewel. Dankjewel.